Ze kon net vaker nog zissen van de moord op de persconferentie in Drachten. Zonder hulp van de bevolking werd deze moordzaak net oplost. Ik al steen je dan soms tieren voor een dilemma. Het is een indringende vraag die 8000, ruim 8000 mannen en hun gezinnen wordt gesteld. Het kan zijn dat door jouw deelname uiteindelijk een achterneef of een ander mannelijk familielid wordt opgespoord als dader. Alleen om een grote deelname onder DNA-onderzoek is de kans van slagen, zei Justitie van der Moorn. Wij zijn ervan overtuigd dat we een kans hebben dat dankzij de medewerking van de plaatselijke bevolking de moordenaar van Marianne Vaatstra kan worden opgespoord. Het is voor het eerst dat Justitie Jean Grut DNA-onderzoek docht. Daarom is deze week al oefenen op het politiebureau. Op sneur 29 september begint het echt. Dan worden 140 politiemensen inzet bij de DNA-testen. Bij de afname zelf duurt 2 weken, dus 2 weken achter elkaar. Elke dag hebben we op 7 plekken de mogelijkheid om DNA af te staan. Nou, na die 2 weken sturen wij alles naar het NFI. En dan kan het tot wel een maand of 6 duren voordat zij alles hebben bekeken. Zolang maakt ik Bouke Vaatstra, de huid van Marianne, wachtje. Hij is wie is mij het nieuwe DNA-onderzoek en hoopt dat de matner van zijn dochter zo eindelijk vond wordt. Ik hoop nou dat het eruit komt, dat we een keer rest krijgen. De burgemeester die een oproep onder de bevolking door mij. Is dat ook jouw oproep? Ja, dat is absoluut mijn oproep. Ja. En, kom mensen, kom je, meld je aan en jouw DNA, des te gauwer ben we er hopelijk uit. Laatste middel, redmiddel dit? Ja, dat mag je al op rekenen. Daar ging ik wel van uit.